Grote evenementen zijn door de coronamaatregelen allemaal afgelast en daarom ligt het werk ook voor veel cateringbedrijven stil. Foodwellness uit de stad heeft daarom een oplossing bedacht om toch aan het werk te kunnen blijven. Ze maken nu maaltijden die iedereen kan bestellen en een deel van de opbrengst gaat naar de voedselbank. Toen het begon eigenlijk, toen kreeg je veel in het nieuws dat de voedselbanken het zwaar hadden. Heel veel horeca in Groningen en ook in het hele land schonken al hun producten aan de voedselbank. Alleen toen dacht ik wel van ja, de horeca is nu leeg, het is dicht. De voedselbank krijgt heel veel producten. Maar goed, over een paar weken is dat op en de crisis zal nog wel even doorgaan. Dus toen hadden we bedacht om onze eigen producten eigenlijk te verwerken tot maaltijden. Om die te verkopen en om te zetten in geld. En om dat dus te schenken aan de voedselbank voor, nou ja, op de langere termijn eigenlijk. Ik draai nog steeds verlies elke maand, een beetje. Mijn doel is eigenlijk om op nul uit te komen. En dan kan ik zelf wel even leven van spaargeld. Maar ja, wat ik probeer is de mensen eigenlijk dus aan het werk te houden. Het uiteindelijke doel is om te overleven. dat we over een jaar weer gewoon op de normale wijze in een nieuwe wereld verder kunnen gaan met wat we doen. Het koken voor kleine groepen mensen was wel een omschakeling. Dat zijn we helemaal niet gewend. Dus nou ja, we leren snel. Het gaat op zich heel goed, vind ik, voor een concept wat nog maar een paar weken bestaat. En misschien blijven we dit nog heel lang doen, of dat we het ernaast blijven doen, dat weet ik nog niet. Maar er zal wel iets gaan veranderen. Dat kan bijna niet anders.